Het VTT-team van Pantijn helpt mensen, jong en oud, die verpleegtechnische zorg nodig hebben. We zijn een team van goed opgeleide verpleegkundigen met een klinische blik en veel ervaring in de gespecialiseerde zorg. 24 uur per dag leveren wij geplande en ongeplande zorg. Dat doen we voor ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenpost, wijkteams en zorgcentra Pantijn. Ook werken we samen met collega-organisaties die zelf geen verpleegtechnisch team hebben. Steeds meer handelingen waarvoor je eerst naar het ziekenhuis moest, verrichten we ook thuis. Bij de behandeling werken we altijd samen met de behandelend arts, zoals bij het afkoppelen van chemotherapie. Voor de cliënt is het fijn dat een ziekenhuisbezoek niet nodig is. Ook dienen we intraveneus antibiotica toe. Daarvoor gebruiken we centraal veneuze katheters en perifere infusie. Soms één keer per dag, maar soms ook vaker, tot 3 keer per dag. We werken veel samen met huisartsen, bijvoorbeeld bij acute hulpvragen in de palliatief terminale fase. Samen starten we dan met morfine of palliatieve sedatie via een pomp. Die installeren en controleren we. De cliënt en mantelzorgers krijgen uitleg over de pomp. We begeleiden hen in het proces. We houden nauw contact met de familie van de cliënt en maken vervolgafspraken over de zorg. 'S Avonds en in de weekenden zijn we voorwacht voor de specialist ouderengeneeskunde. Voor het beoordelen van acuut zieke bewoners of andere calamiteiten die niet kunnen wachten tot de specialist ouderengeneeskunde weer aanwezig is. En het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Ook zijn we een vraagbaak voor de verpleegkundigen en verzorgenden op de verpleegafdelingen. We werken oplossingsgericht, kunnen goed prioriteiten stellen, beschikken over een helikopterview en staan stevig in onze schoenen. En natuurlijk hebben we een groot hart voor de zorg. Wil je meer weten over het verpleegtechnisch team of heb je ons nodig? Kijk dan op de website thuiszorgpantijn.nl of bel 0900 8803.